welkom bij deze nieuwe video. Vandaag een video waar ik weer super enthousiast over ben, waar ik hele hoge verwachtingen voor heb. Vandaag ga ik me opmaken met een full face met de beste make-up ooit. En met ooit bedoel ik ook echt ooit. Niet de beste make-up van de afgelopen tijd, van het afgelopen jaar, whatever. Nee, echt de beste make-up ooit. Ik heb allemaal make-up producten die echt zeker in de top 10 staan van de beste, meest gebruikte, populairste make-up producten die ooit op de markt zijn gekomen. Een aantal producten had ik al, maar een heleboel heb ik ook gewoon nog moeten halen, want die had ik gewoon niet. En ik stond best wel versteld van het feit dat ik als beauty vlogger een heleboel van de meest populaire make-up nog nooit had gebruikt, die jullie waarschijnlijk allemaal gewoon hebben in huis. Dus het heeft me weer een vermogen gekost, want de meest populaire producten zijn best wel aan de dure kant. Maar dat maakt niet uit. Ik vind het gewoon heel leuk om ze nu te hebben en ze te gaan proberen. Het is een eerste indruk video. Dus alles is helemaal nieuw voor mij. En we gaan gewoon met z'n allen kijken wat we ervan vinden. Tenminste, alles wat ik al had is niet nieuw. Maar er is ook heel veel nieuw. Dus ja, whatever. Dus ik ben vooral benieuwd naar alle nieuwe producten die ik nog nooit heb getest. Dus ik ga er gewoon vanuit dat de video van vandaag helemaal perfect zal gaan. Want anders zouden deze producten niet allemaal zo populair zijn. Wel weet ik dat make-up best wel persoonlijk is. Iedereen heeft een andere huid, andere voorkeuren, et cetera. Maar al met al zijn dit de meest populaire producten waarvan ik echt ben overtuigd dat ik ze ook goed ga vinden. Dus laten we gewoon snel beginnen. Vind je het nieuw leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, er zijn een heleboel populaire producten. Obviously heb ik niet alles gehaald, maar ik heb gewoon van elke productcategorie één van de populairste make-upjes gekocht. Of ik had ze al, één van de twee. Een aantal had ik al, maar zoals ik al net zei, een heleboel is nieuw. En ik ga beginnen met primer. Ik vind het altijd heel belangrijk om producten te gebruiken die ook echt hier in ons land te koop zijn. Want ja, anders laat ik het zien en dan hebben jullie er helemaal niks aan. Maar een aantal producten waren echt het beste en echt, die stonden echt op nummer 1 van populariteit. En dus wil ik die alsnog gaan gebruiken. Het zijn er vandaag slechts 2 die dus hier niet te koop zijn. Maar mocht je ooit in een Sephora belanden, dan is de Milk Primer wel echt een van de topnotch producten. De Hydro Grip Primer. Ik zocht op welke primer is het beste, meest verkocht, et cetera. En iedere keer kwam deze primer. Dus mocht je ooit naar een Sephora gaan, ik zal hem zeker halen. Ik had hem al. Ik heb hem al 2 jaar of zo. En hij is echt heel erg goed. Hij is heel plakkerig, zeg maar. En hij gaat er echt voor zorgen dat je make-up de hele dag goed blijft zitten. Dus ik ben het echt absoluut eens met de hele hype. Dit is echt een hele goede primer. Kijk even hoe plakkerig het nu is. Echt amazing. Hierdoor blijft je make-up echt veel beter zitten. En ik doe hier al 2 jaar mee en hij is nog niet op. Dus echt fantastisch. Dan foundation. Ook in de foundation categorie waren er een heleboel producten die echt top selling zijn. Maar echt de nummer 1 die denk ik toch wel echt iedereen heeft is de MAC Studio Fix Foundation. En ik had hem niet. Deze is zo populair. Ik krijg ook heel vaak vragen van welke kleur ik heb hiervan. En dan kon ik nooit antwoorden want ik had hem niet. Ik denk dat echt basically bijna iedereen hem wel heeft. Ik heb hem dus nieuw gekocht in de kleur NC42. Ik heb hem al gebruikt gisteren. Want ja, ik wilde weten wat ik ervan vond. Dit is dan hoe hij eruit ziet. Wat ik wel minder vond is deze pomp is apart te koop. Het is al niet heel goedkoop. En dan moet je ook nog extra betalen hiervoor. Dat vind ik wel een beetje onzin. Ik vind dat dit er gewoon bij hoort. Maar goed, let dus wel op. Deze moet je apart nog halen. Als je hem niet haalt, heb je gewoon zo'n open flesje. En dat is niet echt fijn om te gebruiken. Dus deze ga ik weer vandaag gebruiken. Toen die binnenkwam had ik iets van, misschien is hij een tikkeltje te donker. Maar dat is er niet. De kleur is gewoon echt goed. Dus dat is echt top. Een aantal dingen die mij wel opvielen. Online staat dat het een matte finish heeft. Heeft het niet. Naar mijn mening is hij echt niet mat. Het is echt een naturel finish. Dus ik vind hem helemaal niet mat. En er staat dat hij 24 uur lang goed blijft. Ben ik het ook niet mee eens. Ik zal jullie even laten zien. Gisteren heb ik hem 8 uur opgehad. En dit is mijn gezicht na 8 uur. Zoals je kunt zien is het er echt gewoon aan het afgaan. En is mijn gezicht ook best wel vettig. Helemaal niet mat of zo. En ik heb geen vettige huid per se. Ik heb een best wel droge huid. Dus die claims vind ik niet echt kloppen. Maar als je op zoek bent naar een mooie, naturel finish everyday foundation. Dan gaat die echt ideaal zijn. Ik breng vanuit
vandaag iets meer aan voor iets meer dekking. Gisteren heb ik wat minder aangebracht voor meer een natural effect. Wat ik wel echt geweldig eraan vind is, hij is echt opbouwbaar. Dus je kunt gaan voor naturel, voor full glam, whatever you want. En het heeft echt een hele mooie natural finish. Dus ik vind hem op zich wel fijn. Alleen let wel op, hij is dus niet mat en ook niet echt heel long wearing. Dan concealer. Concealer is het tweede product dat hier niet te halen is. Maar dit is gewoon echt de nummer 1 concealer. En dat is de Tarte Shape Tape. Ik denk dat iedereen hier wel van heeft gehoord. Deze was echt een hype. Iedereen had hem. Iedereen vond hem geweldig. En ik heb hem ook. Ik heb hem ook 2 jaar teruggehaald bij Sephora. Ik heb de kleur Light Medium Sand. En hij gaat heel lang mee. Enige wat wel is, hij is een klein beetje droog. Maar al met al is hij wel echt geweldig. Hij heeft een prachtige dekking. Prachtig gewoon. Het dekt hier helemaal alles. En het is ook gewoon lichtgewicht. Ik vind hem echt geweldig en ook echt de hype waard. Het enige wat iets minder is, is dat hij dus een beetje droog kan zijn. Dus als jij hier een hele droge huid hebt, zou ik hem niet per se halen. Maar als je dat niet hebt, dan is hij gewoon wel echt geweldig. I love it. Hij maakt echt zo smooth. Dat is echt gewoon ongelooflijk. Kijk even hoe mooi. I love it. Mijn huid ziet er echt zo smooth uit. I love it, jongens. Dan ga ik verder met poeder. En ik heb die ook nieuw. En dit is ook echt een poeder die iedereen heeft. Als je ook maar iemand vraagt wat is de beste poeder, dan zegt iedereen Laura Mercier Loose Powder. Deze heb ik nooit gehad. Ik heb wel eentje gehad van de AliExpress. Maar dat was dus niet de echte. Maar ik heb hier gewoon de echte. Je moet wel opletten. Je hebt dus gewoon de normale en je hebt de glanzende. En heel veel mensen maken die fout en die bestellen de glanzende. En die is dus kennelijk niet zo goed. Dus let op dat je echt gewoon de normale bestelt. De verpakking is heel zacht of zo. Er staat dat die 16 uur lang goed blijft zitten en een matte finish heeft. Nou, ik ben echt zo benieuwd. Deze poeder is zo overhyped. Dat is echt niet normaal. Dus laten we hem gewoon gaan aanbrengen. Ik breng een beetje zo aan in de deksel. Zo, de kleur lijkt ook echt perfect. Een lichte vanilleachtige kleur. En dan ga ik hiermee baken. Wauw, dit ziet er nu al mooi uit. De kleur is echt perfect en hij is echt heel lichtgewicht ook. Jongens, ik ben echt een beetje in shock. Ik ben echt een beetje in shock. Hij is inderdaad echt mat. Het heeft echt een matte finish. Maar ik ben een beetje in shock van hoe lichtgewicht hij is. Het is gewoon alsof ik niks heb aangebracht of zo. Normaal zie ik echt duidelijk dat ik hier iets heb gedaan. Maar hier niet. En het gaat ook niet helemaal zo hier zo hangen in mijn plooien. Wow, dit is echt heel mooi. Even een beetje van close-up. Heel smooth ook. Ook niet heel droog of zo. Dat heb ik vaak hier zo. Dan is het hier een beetje droog. Maar dat is het ook echt totaal niet. Oké, deze video begint echt al geweldig gewoon. Oké. Dan ga ik ook mijn neus en mijn gezicht contouren. Dus ik was op zoek naar het beste contourpaletje aller tijden. En dat is echt een old school paletje. Contouren is nou iets minder een hype dan vroeger. En ik praat echt over like 2016 en zo. En iedereen gebruikte toen de Anastasia Beverly Hills Contour Kit. Zowel de poeder als de cream kit. En ik heb hier de poeder kit in de kleur light to a medium. Ik hoop gewoon dat die kleuren goed gaan zijn. Want dit is best wel een duur paletje. Dit paletje heb ik nooit gehad. Heel raar, want ook dit is echt gewoon een paletje die je ooit moet hebben gehad. Die iedereen heeft gehad. Maar ik niet, dus ik ga hem vandaag proberen. Zo ziet hij eruit. De cream versie heb ik overgeslagen, maar ik dacht ik wil wel de poeder versie. En zo ziet het er dan uit van binnen. Je hebt dus 3 contourkleuren en 3 lichte kleuren. Het enige wat ik mis is een spiegel. Maar ja, dat was misschien in die tijd niet echt een ding. Even kijken, de kleuren zien er op zich wel goed uit. Ik denk dat een goede contourkleur voor mij deze kleur gaat zijn hier in het midden. Dus laten we het proberen. Ik vind dit echt zo'n leuke video. I love it. Dit is echt een hele coole kleur. En dat is qua contour echt ideaal. Hij is echt heel grijs met een hele grijze ondertoon. Oké, ik was bang dat hij misschien iets te grijs zou zijn. Maar nu ik hem zo uitblend, is het op zich wel gewoon oké. Die andere 2 kleuren zijn iets meer warm, zoals je kunt zien. Die zijn ook, denk ik, ideaal als bronzer. Ik ga die kleur ook zo hier aanbrengen, om hier een beetje te contouren. Gewoon heel lichtjes. Het blendt ook echt gewoon gelijk uit. Ik hoef niet eens iets te doen of zo. Kijk, het blendt gewoon gelijk helemaal mooi uit. Wow, oké. Ik ga vandaag echt alles echt geweldig vinden gewoon.
I love it. Wat een goede kleur is dit. Dan pak ik nog de lichte banana kleur hier. Ook een klein beetje. En die breng ik dan ook zo hier aan op mijn neus. Om het nog smaller te laten lijken. En dan ook hier zo aan de andere kant. Ik zou dus die kleur als contour doen. Die twee andere kleuren als bronzer. De twee lichte kleuren hier zo of hier zo. En dit is een glanzende kleur. Dus misschien als highlight of zo. Maar ik vind die niet zo heel mooi. Dus ik denk dat dat een kleur is die ik zou overslaan. Al met al is dit echt heel mooi. Het blendt echt geweldig. I love it. Oké, dan even een beetje MAC Fix Plus om te hydrateren. Jongens, jullie hebben echt geen idee hoe perfect mijn huid eruit ziet. Wow. Vooral die poeder was echt wow. Dan zijn we voor nu eventjes klaar met het gezicht. En we gaan beginnen aan de ogen. Ik was op zoek naar het beste oogschaduwpaletjes. Ik moet zeggen, qua oogschaduwpaletjes zijn er echt heel veel. Die echt heel populair waren, nog steeds zijn. En een van de meest populaire paletjes, een van de best verkochte paletjes, is tot aan de dag van vandaag Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance Palette. Dit paletje had ik al, zoals je kunt zien. Hij is een klein beetje vies. En dit is echt ook een van mijn meest gebruikte paletjes. Ik heb hem al heel lang, echt al 2-3 jaar of zo. Maar de kleuren zijn echt heel, heel mooi. Heel mooi rozig, bruinig. Je kunt hier zoveel mooie looks mee maken. En dat ga ik dus vandaag ook doen. Dit paletje en het Soft Glam paletje zijn allebei echt mijn fave paletjes van hun. Echt super duper fijne paletjes. Maar ik dacht, ik ga vandaag weer voor dit paletje, want ik heb hem al eventjes niet meer gebruikt. Dus deze is echt een aanrader. I love it. En ik ga hiermee even een look maken. Is het een mooie look of is het een mooie look? Ik ben een beetje gaan voor een soort van smoky ombre look. Ik vind het echt super mooi. Het paletje is wel een tikkietje poederig. Dat is vaak met hun paletjes. Maar het werkt echt geweldig. Vooral hoe goed het blendt. Het blendt echt gelijk. Ook weer niet veel effort. Echt, I love it. En de kleuren zijn zo mooi gepigmenteerd. Alles is mat behalve de lichtkleur hier. Die is glanzend. En die is ook echt heel mooi glanzend. I love it. Ik vind het echt een hele, hele mooie look. Ik wilde vandaag gaan voor een heftige Instagram-achtige cut crease look. Maar ik dacht, laat me het wat makkelijker houden. Wat meer draagbaar. Want dan is het wat makkelijker na te maken. Heel erg mooi. I love it. Dit is echt een goed paletje. Amazing. Nu is het tijd voor eyeliner. En dit is het eerste betaalbare, populairste product ever. En dat is de NYX Epic Liner. Deze pen kwam echt op elke website weer terug. Dit is echt een van de best verkochte, populairste eyeliners. Ik had hem al. Ik heb hem zowel in het bruin als in het zwart. In het bruin vind ik hem om de een of andere reden niet zo fijn. Die bruin is te waterig of zo. Ik vind hem helemaal niks. Maar deze zwarte versie, je moet hem wel schudden, is echt amazing. De punt is ook echt heel fijn. Deze is ook echt een aanrader. I love it. Ik ga hiermee even een wing maken. Ik heb de look alsnog een klein beetje apart gemaakt met een dubbele wing. En dan heb ik 3 van dit soort steentjes zo hier middenin gedaan. Dat vond ik wel heel leuk. En hier ook een klein puntje. Dat maakt de look toch nog een klein beetje apart. Maar nog wel heel erg leuk. I love it. We gaan verder met mascara. Een van de populairste mascara's. Volgens mij is het ook echt letterlijk de nummer 1 mascara. Too Faced Better Than Sex. Deze heeft een beetje een andere verpakking. Want dit is van hun Too Femme collectie. Ik heb er ook een hele video over gemaakt. Want het was echt een hele collectie. Super duper mooie lente collectie. Maar dit is gewoon wel, ondanks de aparte verpakking, gewoon de OG originele Better Than Sex mascara. Maar gewoon met echt een veel betere verpakking. I love it. Zo roze met die vlindertjes. En zelfs voor mijn crappy mini wimpers is dit echt een hele, hele goede mascara. Hij geeft lengte, volume, krul. Hij is echt alles in één. Echt amazing. Dus deze is ook echt een aanrader. Deze had ik dus al.
Dan is het tijd voor mascara. Als je net als ik al jaren make-up vloggers volgt, dan is dit één wimper die je echt altijd terug ziet komen. Ik heb ze ook al gehad. Ik had ze niet meer. Dus ik heb ze weer opnieuw gehaald. En dat zijn de Miami wimpers van Lily Lashes. Deze wimpers zie je echt overal, continu. Waarom heb ik ze niet opnieuw gehaald? Ten eerste, ze zijn €35. Ik vind ze dat niet waard. Het zijn wel echt oprecht een van de mooiste wimpers die ik ooit heb gehad. Maar €35 vind ik gewoon een beetje, ja. Ik vind het gewoon echt een beetje overdreven duur. Maar jongens, ze zijn wel echt prachtig. Kijk even dit. Heel erg mooi. En de tweede reden dat ik ze niet meer heb gehaald is, dit zijn mink lashes. Mink is een dier. En dat dier wordt echt gemarteld. Letterlijk gemarteld om dit voor ons te maken. Dus ik heb al, denk ik, 2 jaar of zo geleden de beslissing gemaakt om geen mink meer te dragen. Maar ja, voor deze video heb ik even een uitzondering gemaakt. Omdat dit gewoon echt de meest populaire zijn. Vind ik wel een beetje jammer. En er was niet echt geen mink versie die ook zo populair was. Dus ja, ik heb ze gewoon alsnog gehaald. Ze zijn wel heel mooi. Ik raad ze ook gewoon aan qua mooiheid. Maar aan de andere kant raad ik ze ook gewoon weer niet aan. Omdat er prachtige wimpers zijn die geen mink zijn. En naar mijn mening is het niet echt nodig om een dier te martelen. Alleen maar hiervoor. Dus ja. Nou, ik ga ze eventjes opdoen en dan kom ik zo bij jullie. Daar ben ik weer. Ik ben zo blij met deze ooglook. Het is zo mooi. Deze wimpers zijn ook echt gewoon heel mooi. Omdat ze echt mink zijn, wil ik ze gewoon niet mooi vinden. Maar ik vind ze gewoon echt heel mooi. Ze zijn echt heel erg mooi. I love it. Wat ik dus zo mooi vind aan echt mink, waarom ik die ook altijd droeg, ze zijn zo fluffy. Ze zijn veel meer fluffy dan neppe mink. Alsnog ga ik nog steeds geen mink meer halen. Maar dat is dus altijd waarom ik echt een mink haalde. Omdat ze zo mooi fluffy zijn. I love it. En heel deze ooglook is echt zo mooi. Deze kleuren zo. Echt amazing. I love it. Oké, we gaan snel verder. Als je zoekt op de meest populaire bronzer ooit, is er eigenlijk maar één bronzer die er echt tussen uitspringt. En dat is de Hoola bronzer van Benefit. Deze was ook echt een hype toen hij net uitkwam. Hij is ook al bijna op. Zoals je kunt zien, ik heb hem al jaren. Dit is echt een universele kleur. Past bij heel veel huidskleuren. En hij is gewoon echt perfect om zowel te bronzen als te contouren. Dat zie je ook niet vaak. Deze bronzer is naar mijn mening zo uniek, omdat je er zo veel mee kunt doen. Voor zoveel huidskleuren, contouren, bronzen. En hij gaat heel lang mee. Ik heb hem echt al letterlijk jaren. Ze begonnen gewoon met 1 kleur. Dat was de kleur die ik nou vast heb. En ze hebben nou ook al een aantal andere versies uitgebracht. Ik heb bijvoorbeeld hier ook de Hoola Caramel. Die is iets warmer. Kijk, je kunt echt het verschil zo goed zien. Zie je het verschil? Deze is echt heel mooi met mijn huidskleur. I love it. Maar goed, de meest populaire was gewoon de OG. Dus die ga ik vandaag weer gebruiken. Ik heb hem al eventjes niet gebruikt. Het enige wat ik wel minder vind aan de bronzer is de verpakking. Ik vind het echt een hele irritante verpakking. En I don't like it. Maar goed, laten we hem gewoon weer gaan proberen. Op de een of andere rare manier, welke huidskleur ik ook heb, of ik nou heel licht ben gebruind, gebronst, getint, het maakt niet uit. Deze kleur matcht gewoon altijd. Dat is zo apart. Ja, heel mooi weer gewoon. Maar ja, dat wist ik al. Ik heb hem al jaren. Dan ga ik verder met blush. Ik heb een nieuwe blush gekocht. Want een van de meest populaire blushes is de NARS Orgasm Blush. En dan ook echt die kleur. Orgasm. Echt die kleur per se. Dus ik heb die ook online besteld bij de Bijenkorf. Was ook weer niet al te goedkoop. Maar goed, ik ben hier zo benieuwd naar. Want al jaren hoor ik continu over deze blush. Je moet die hebben. Dit is de mooiste blush ever. Dit, dat. Dus ik ben heel benieuwd. Hij is ook heel mooi verpakt zo. En dit is dan hoe hij eruit ziet. Hij is een klein beetje glanzend. Maar ik moet zeggen dat hij er wel echt heel mooi uitziet. Ik ben benieuwd. Je hebt nou ook volgens mij een cream versie hiervan. Of een liquid versie. Maar ik ben gewoon gegaan voor de normale versie. Oké, laten we hem gaan proberen. Ik heb een kwast ontvangen van Kiko. En mijn naam staat erop. Zo leuk gedaan. Kijk hier, Sarah. I love it. Deze ga ik gebruiken als blushkwast. Ik ben zo benieuwd. Ik heb zo een hoge verwachting nou hiervan. Ik wil wel zeggen dat hij echt best wel veel glanst. Er zit een soort van gouden glans doorheen of zo. Ik ga even mijn normale blushkwast gebruiken. Oké, nee, het ligt dus niet aan de kwast. Ik was even bang dat het aan de kwast ligt. Er komt niet heel veel pigment vanaf. Ik vind hem niet zo heel mooi hoor. Ik weet niet waarom hij zo is opgehyped. Dit is het eerste vandaag waarvan ik denk, nee. Hij is wel gewoon oké, maar het is niet dat ik echt denk van wow, dit moet ik echt hebben of zo. Er is bijna geen kleur en heel veel goudglans. Dit is toch wel gewoon echt die kleur, ja. Het is gewoon echt die kleur. Oké.
Nou, jongens, ik begrijp de hype niet. Hij is wel gewoon mooi, maar ja, ik begrijp niet echt de hele heftige hype. Ik had echt iets meer kleur gewild. Dan highlighter. Dit was een categorie die niet echt heel populair was. Er was er niet echt by far eentje die er echt uitsprong. Eentje echter is wel echt heel populair geweest. Mensen gebruiken hem nog steeds. En hij is betaalbaar. De Maybelline Chrome Highlighter. Ik heb de kleur 100 Molten Gold. En dit is ook echt de kleur die echt iedereen gebruikte. Ik had hem ooit gebruikt. Toen vond ik hem niks. Toen had ik hem opnieuw gehaald en nou vind ik hem wel mooi. Dus heel raar waarom ik het eerst niks van vond en nu wel. Maar goed, dit is ook echt een hele, hele mooie highlighter. I love it. De kleur is echt amazing. Heel mooi lichtgoud. Hele prachtige glans. I love it, jongens. Heel mooi. Kijk even hoe mooi dit is. Hij is ook niet te veel of zo. Het is gewoon echt prachtig. En het smelt helemaal in de huid. Het is zo heel mooi creamy. Echt fantastisch. Heel erg mooi. Dan is het tijd voor de lippen. Ik was op zoek naar welke lipgloss is echt populair. Lipstick, whatever. Een lipstick kleur en een lipstick die echt continu terugkwam was de Charlotte Tilbury Pillow Talk Lipstick. En dan specifiek in de kleur Pillow Talk. Deze zie ik echt overal. Iedereen vindt hem geweldig. Er is niemand die hier ook maar iets slechts van vindt. Dus ik dacht, deze moet ik hebben. Matcht ook perfect met de look. En ik dacht, laten we ook het lippotloodje erbij halen. Ook gewoon in die kleur. En dit is dan een perfecte match met elkaar. Dus ik ben heel benieuwd. Echt een prachtige verpakking, by the way. Kijk even dit, hoe mooi licht roze. I love it. Ik hoop dat de kleur mij goed gaat staan. Het is dus een lichte roze kleur. Deze verpakking is echt amazing. Zo mooi rosé-chroom. Wauw. En dit is dan de kleur. Het ziet er echt prachtig uit. Even swatchen op mijn hand. Hele, hele mooie kleur. Dit is echt een overhypte kleur. Iedereen heeft het continu over deze ene kleur. Dus ik dacht, ik moet hem gewoon echt hebben. En dan heb ik dus hier ook het lippotloodje erbij. Want elke lipstick gebruik ik met een lippotloodje. Zo ziet die eruit. En het is ook weer echt precies die kleur. Ik zal hem even ernaast swatchen. Ja, de kleur is echt exact. Dus ideaal. Heel mooi. Het is echt een hele mooie roze kleur. Het is ook echt een soft mat. Niet echt helemaal mat. Hij brengt super creamy aan. Ik moet wel zeggen, het lippotloodje is fijn. Maar het hoeft niet per se. Je had er gewoon alleen maar de lipstick kunnen aanbrengen. Maar goed, nou heb ik ze gewoon allebei. Heel erg mooi. Ik moet wel zeggen, ik vind het niet echt dat ik echt denk van wow, dit is echt een kleur die helemaal niet bestaat. Maar op zich, het is wel echt een hele mooie kleur. En zeker een kleur die ik zou gebruiken. Hij matcht perfect met mijn huidskleur. Heel mooi met de look ook. Ja. Echt heel mooi. I love it. Hij voelt ook geweldig aan op de lippen. Hij ruikt heerlijk. Ik ben hier heel blij mee. Dan als laatste setting spray. En dit was ook niet echt heel moeilijk. Er is er echt één die echt gewoon op nummer 1 staat. En dat is de Urban Decay All Nighter setting spray. Je hebt er 3. Je hebt gewoon de originele, de matte en de glowy versie. En ik heb hier de matte. Die andere 2 had ik ook, maar zijn allebei op. Officieel is de originele het meest verkocht. Maar die heb ik niet. Dus ik gebruik gewoon de matte. Ik vind ze alle 3 fijn. De normale, de glowy en de matte zijn allebei geweldig. Dus ik ga hem vandaag ook gebruiken. Helpt echt met het langer goed laten zitten van je make-up. Echt amazing. De matte maakt ook echt heel mat. Nou mensen, dit was het dan. Dit is de hele look. Ik zie er echt geweldig uit. Ik had hoge verwachtingen. En ze zijn ook allemaal echt waargemaakt. Elk product was echt super mooi. Het enige waarvan ik echt dacht, is niet per se de hype waard, is de blush. Die vind ik gewoon een beetje een moi. Maar voor de rest is alles amazing. Wat ik echt aanraad, is de poeder. Deze poeder is echt by far een van de beste poeders die ik ooit heb gebruikt. Super duper mooi. Alsof ik gewoon niks heb aangebracht. Echt het geld waard. I love it. De lipstick vind ik ook echt prachtig. Voelt super fijn aan. Zit ook echt goed op de lippen. I love it. Jongens, ik denk dat vandaag elk product, behalve de blush, ik zeker 2 te aanraad. Echt super duper mooi. I love it. Ook die highlighter. Ja, dit is allemaal echt super mooi. Ik ben heel benieuwd naar jullie mening. Let me know beneden in de reacties. En laat me weten wat voor video's je nog meer zou willen zien. En wat jouw fave make-up producten zijn. Ik ben heel benieuwd. En dan ga ik die misschien ook halen. En ook testen hier samen met jullie. Ik ben in ieder geval echt blij dat het vandaag zo goed is gegaan. Ik vind echt dat ik er fantastisch uitzie. Mijn huid is ook echt heel mooi smooth. I love it. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!